Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Skills Dojo Test Lab video. Omdat er zoveel leuke bouw-, leer-, maak- en ontdekproducten zijn, te veel om overal een hele lesserie omheen te maken, testen wij regelmatig de leukste producten in ons testlab. Zodat jij zelf kunt beslissen of het wat is voor jullie thuis of in de klas. In deze video de Nintendo Labo, een do-it-yourself kit voor de Nintendo Switch. Nou, wat is het precies? Nintendo zelf noemt het een interactieve manier om te bouwen en te spelen met de gamecomputer Nintendo Switch. Met elk pakket kun je kartonnen bouwplaten, speciaal ontworpen om samen te werken met de Nintendo Switch en de Joy-Con controllers, interactieve creaties maken, genaamd Toy-Cons. Bijvoorbeeld een piano, een motor, een robot en nog veel meer. Elke Toy-Con wordt door een combinatie met de Nintendo Switch op een andere manier tot leven gewekt. Op dit moment zijn er twee kits. Een robotkit en een mixpakket. De robot ziet er heel vet uit, maar de mix lijkt me een betere om mee te starten. Wat zit er in de doos? Een zakje met onderdelen. Veel materialen die je waarschijnlijk al thuis hebt, makkelijk te vervangen dus, als je ze kwijtraakt of als ze kapot gaan. Reflectieve stickers. Door deze ergens op te plakken kan je creatie interacteren met een Joy-Con controller. Een hele stapel bouwplaten van karton. En elke kleur correspondeert met een Toy-Con creatie die je kunt maken. Dan de software. Die ziet er fantastisch uit. Dit is het overzichtsscherm. Je kunt zien hoe lang het duurt om elke Toy-Con te bouwen. Ik start met een eenvoudige, de modelauto. Elke stap wordt heel duidelijk in beeld gebracht. En de onderdelen die ik nodig heb in elke stap lichten steeds op. Nou, aan de slag. Nu de controllers invoegen. Klaar. En besturen. En elke creatie kun je helemaal customizen met stickers, stiften of tape. Tot zover erg leuk, maar het leukste komt nog. De Toy-Con werkplaats. Met de Toy-Con werkplaats kun je zelf creaties programmeren. Basic weliswaar, maar toch. Na het bouwen van een aantal Toy-Cons unlock je een geheime werkplaats. Het werkt als volgt. Via zogenaamde nodes kun je zelf inputmogelijkheden van de Switch koppelen aan de output van bijvoorbeeld de controllers. De Nintendo trailer toonde onder andere een werkbank, een soort automaat, een tafeltennisspel en zelfs een gitaar. In principe kun je dus, als je de standaard sets beu bent, zelf je eigen creaties gaan ontwerpen, bouwen en programmeren met basis if-then commando's. Zo zou je de Nintendo Labo dus kunnen inzetten om te werken aan computational thinking vaardigheden. Deze eerste twee pakketten zien er al veelbelovend uit. Ik ben benieuwd wat ze nog meer gaan uitbrengen. Nou, de score. We gebruiken een scoremodel van maximaal 5 sterren. Prijs. Ja, dit is meteen mijn eerste puntje van kritiek. Al met al ben je voor de Switch iets van €350 en per pakket €70-80 kwijt. Meer dan €400. Enorm prijzig dus. Alternatief zou je bijvoorbeeld ook voor een microbit, make-do schroeven en wat karton kunnen gaan en dan lekker zelf gaan uitvinden. Helaas geen ster dus. Is het uitdagend? Niet te moeilijk en niet te makkelijk? Labo is absoluut uitdagend voor een brede groep kinderen en ouders of leerkrachten. Is het herbruikbaar? Ja, zeker. Misschien de bouwplaten niet, maar door de Toy-Con werkplaat is het absoluut herbruikbaar en zal Labo niet snel gaan vervelen. Is het iets voor op school? Naar mijn mening is het heel tof spul, maar niet voor op school. In de eerste plaats kost het een enorme zak geld en daarnaast zijn er, zoals genoemd, hele goede alternatieven. Is het iets voor thuis? Voor thuis wel. Zeker als je al een Switch hebt, dan is het een hele leuke educatieve uitbreiding. In totaal 3 sterren dus voor Nintendo Labo. Een beetje met pijn in mijn hart, want het is zo leuk en de software is heel gaaf uitgevoerd. Vooral de interactieve instructievideo's zijn super. En daarnaast voelt het toch ook wel een beetje als een vercommercialisering van de maker movement. En ik weet nog niet of dat nou goed of slecht is.
Nog even een disclaimer. We hebben alle spullen zelf aangeschaft en dus geen relatie met Nintendo. Het oordeel is onze mening. Heb jij een andere mening? Laat het ons weten via social media of de comments hieronder. Als je meer van dit soort filmpjes wil zien, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende video.